Niet alleen de supporters staan langs de kant van de lijn tijdens een training van NEC. Ook scouts van de tegenstander kunnen gewoon meekijken als de tactiek van de Nijmegenaren wordt besproken. Daarom wil trainer Peter Hyballa vaker besloten gaan trainen. Ook deze week wordt er 2 keer getraind zonder dat pers en publiek welkom zijn om mee te kijken. Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging, laat via Twitter weten dat het besloten karakter van deze trainingen niet past bij het karakter van een volksclub die NEC is. Er zijn nog altijd supporters die de training willen bezoeken. En nu weten wij ook dat er vaak besloten trainingen zijn, of regelmatig besloten trainingen zijn. Maar om nu al structureel tot einde van het seizoen de laatste 2 trainingen dan ook altijd besloten te houden, ja, daar zijn we gewoon verrast over. En helemaal omdat dat een beetje ingaat tegen waar onze club voor staat. Dus dat de club toegankelijk is, transparant. En natuurlijk de trainingen vrij te bezoeken zijn. We snappen wel dat de NEC en de trainer een aantal zaken in het geheim wil voorbereiden. Maar om dan ook te zeggen, we gaan alle trainingen nu besloten houden, vinden we gewoon een te drastische maatregel. We hebben bij NEC aangegeven een gesprek te willen en dat zal ook binnenkort plaatsvinden.